echt heel even ergens met jullie over hebben. Allereerst, welkom bij deze vlog, jongens. Het is vandaag vrijdag. En ik ben net iets te weten gekomen. Het is bijna 4:30. Ik ben de hele dag bezig geweest. Ik heb opgeruimd, schoongemaakt. En ik ben iets te weten gekomen. Namelijk, WhatsApp via de PC. Oh my gosh. Ik wist gewoon niet eens dat dit kon. Ik heb het wel gehoord, maar ik dacht, dat kan echt nooit. En ja hoor. Hoe ziek is dit? Gewoon WhatsApp, wat je normaal op je mobiel hebt, heb ik nu gewoon op de laptop. Ik zit er met Ash te kletsen en ik heb ook mijn pa een berichtje gestuurd. Daar hadden we de vorige keer weer over, maar ik dacht, dat kan niet joh. Hoe dan? Het kan gewoon echt. Het is echt geweldig. Mocht je mobiel gewoon een keer op zijn of leeg zijn, heb je gewoon WhatsApp via de PC. Alhoewel, je moet hem wel inscannen, dus het is nog de vraag. Ik ga hem weer opslaan. Kijken of het werkt. Dus ik nu op het kruisje druk. We gaan het zien. En ik klik op mijn favorieten. Ik ga naar WhatsApp. Logt hier? Oh! Je moet dus wel met je mobiel verbonden blijven. Maar het werkt wel. Het werkt gewoon echt. Oké, ik ga dus echt kijken of het werkt. Ik heb nu de WhatsApp aanstaan op mijn laptop. En de WhatsApp ligt hier open op, op mijn mobiel. Dus ik ga kijken of het ook echt werkt, of hij het gelijk oppakt. Het is een beetje moeilijk te zien, maar ik ga nu iets tikken. En dat ga ik zo verzenden. En ga kijken of dat hier ook wil gaan veranderen. Als dat werkt, hè. Oh mijn god, besting even. Oké, 1, 2. Ja! Wat geweldig! Nou, jongens. Dit is echt awesome. Dit is echt serieus de beste uitvinding ever. Ik probeer nu met mijn elleboog en mijn vinger de... Juist, het ligt even harder te zeggen. Te zetten. Wauw, het werkt gewoon. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Echt gewoon niet. Wauw. Dit is echt super cool. Echt super cool, wauw. Ash is volgens mij niet ook aan het proberen, want ze is de hele tijd offline. Dit is echt awesome. Waarschijnlijk wist de halve wereld het al, maar ik vind het leuk, want ik heb het ook gevonden. Oh my god, het is donker jongens hier. Niet normaal. Het is echt heel erg donker. Oh, dit is iets beter. What's up? Ik heb gegeten. Mijn moeder geholpen. TV gekeken. Mijn opa is nog langs geweest. En het is nu gewoon tijd om te gaan slapen. Ik ben alles vergeten te vloggen. Echt alles. Sorry. Ik ga morgen daardoor voor... Zie, ik kan niet eens meer praten, het wordt laat. Ik ga daardoor morgen verder met deze vlog. En ik ben eigenlijk ook heel benieuwd wat er morgen gaat gebeuren, want ik heb totaal geen idee. We zullen het allemaal wel heel erg zien. Volgens mij is die video ook nog steeds niet online gegaan. En het is nu onderhand bijna 10 uur. We gaan eens even gauw checken. Hij is nog niet eens klaar. Wat is er met het... internet hier de laatste tijd. Jeetje. Nou ja, ik laat die lekker verder uploaden. Ik zet hem dan zo snel mogelijk online. En ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de tweede dag. Ik heb gisteren namelijk zoveel gevlogd dat ik dacht van ik moet vandaag gewoon eventjes door. Ik ben helemaal aangekleed. Ik ben gedoucht. Mijn haar zit nog niet helemaal als ik wil, maar het is... nog een beetje vochtig. En ik laat het altijd gewoon lekker drogen. Ik ben het een beetje bezig opruimen. Alles is weer aan die kant helemaal netjes klaar. En ja, ik heb me aangekleed. Ik heb vandaag mijn nieuwe shirtje van de Primark aan. Deze heb ik gekocht. Hij staat alleen hier een beetje open. Dat vind ik dan wel jammer. Maar verder vind ik hem heel erg leuk. En verder gewoon zwarte broek en mijn slippers heb ik aan. Dit hier moet nog allemaal opgeruimd worden. Ik weet zelf eigenlijk nog niet wat ik ermee wil gaan doen. Dus verder heb ik me eigenlijk ook gewoon normaal lekker opgemaakt. Gewoon lekker simpel. Sieraden. Ik heb de sieraden van Ierland aan. De klavertjes
en het klavertje ketting. Ik vind ze nog steeds heel erg leuk. Dus die heb ik lekker aangedaan. Lekker makkelijk vandaag ook. Het gaat vandaag regenen, heb ik gehoord. Het ziet er nog niet heel erg slecht uit. Het is wel bewolkt. Maar ja, we zullen het eigenlijk allemaal wel zien. Ik ga straks het eerste deel van deze video editen. En verder weet ik eigenlijk niet wat we vandaag gaan doen. Ik heb geen flauw idee. We zien het eigenlijk allemaal wel. Zoals ik altijd zeg. Goed, ik heb nu dus inderdaad plannen voor vandaag. Allereerst ga ik nu eventjes een paar foto's overzetten naar mijn mobiel. En een paar video's kijken. Daarna ga ik een grote tas pakken en mijn spullen inpakken. Ik ga namelijk 2 dagen bij mijn opa en oma slapen. Om ze te helpen met Jesse, die komt daar 2 dagjes, 3 nachtjes zelfs, crashen. Ja, mijn opa die is nog steeds, heeft nog een hele heese stem. Die is niet helemaal oké. En mijn oma die voelt zich ook totaal niet lekker. En die is heel erg moe. Heeft al een paar dagen niet heel slecht geslapen. Dus ik zeg van mijn eigen, ik vind het dan echt niet erg om een paar dagjes daar te crashen. En te helpen met Jesse, geen probleem. Dus dat betekent dat ik zo meteen mijn spulletjes in ga pakken. En vanmiddag of einde van de middag daar dan heen ga om te helpen. Ik ben eigenlijk heel erg wel benieuwd. Ik denk dat het op zich wel oké gaat worden. Hij slaapt ook in de middag. Dus dat is toch ook wel weer een voordeel. Dus het komt allemaal helemaal goed. Ja. That's it. Ik ga dus zo spulletjes inpakken. En dan zie ik eigenlijk wel wat er verder allemaal gebeurt vandaag. Bam! Ik heb alles. Ik heb denk ik echt alles. En zo niet. I don't care. Ik moet alleen make-up en dat soort dingen nog pakken. Maar qua kleding heb ik echt alles. Ik heb in deze tas een zwarte legging. En een grijze spijkerbroek. Die je dus gewoon totaal niet ziet door het donker. Zwart sport-BH. Ondergoed. Van die pantoffelsokken. Dit is een zwart topje om in te slapen. Of niet. Deze slaapbroek. Donkerblauw. 2 paar sokken. Groen shirtje en dit shirt, blauwe, wat is het? Blauwachtige topje met van die ankertjes. En het wordt super donker. Kijk, nu kan je het net iets beter zien. Shirtje, topje, blauwe broek, zwart topje, zwart topje. Sokken, patroon sokken, roze ondergoed, sport-BH. Hierin zit mijn grijze broek en een zwarte legging. En dan natuurlijk gewoon de outfit die ik aan heb. Want ja, als met deze broek vanavond niks gebeurt, kan ik deze morgen ook gewoon nog aan. Ik zit zelf te denken om 2 nachtjes te blijven slapen. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik morgen zeg ik blijf 1 nachtje. Maar ik denk dat ik wel 2 nachtjes blijf slapen. Ook moet ik mijn laptop nog inpakken. De laptop waar ik mee edit. Dus ik moet die mega laptop nog meegenemen. En dan die opladen ook nog. Mijn kleine laptop laat ik gewoon hier, want die gebruik ik meer en meer alleen maar voor school en YouTube video's kijken. Dus ik moet hem eigenlijk ook meenemen, want ik moet deze vlog editen. Ik moet jullie editen en online zetten. Dus helaas moet ik die ook weer meenemen. En dan heb ik natuurlijk gewoon mijn kleine rugzakje nog die ik meeneem. Maar dan moet ik ook even mijn make-up inpakken. Ik denk dat ik het gewoon lekker simpel hou, lekker makkelijk. En natuurlijk ook nog een paar schoenen mee. Ik heb nu mijn slippers aan namelijk. Maar ik moet ook een paar schoenen meenemen. Oh, ik ga niet eens op vakantie en ik neem al veel mee. Oké, deze is helemaal ingepakt. Hoe cute is die? Deze heb ik echt al jaren. Ik gebruik hem eigenlijk nooit. Ik zag hem net en ik dacht, hey, die kan ik eigenlijk wel gebruiken. In het voorvakje heb ik eigenlijk heel simpel alle, beauty blenders. Er zit een nagelvel in. Pilletjes. Dat is het kleine voorvakje. En dan heb ik in dit grote vak Tea Tree Foaming Face Wash. Er zit hier nog een doekje in voor het geval als iets gaat lekken. Mijn speciale deo van de Visio. Reinigingsdoekjes. Hierachter zit een belletje met oorbelletjes. Borsteltje. En de standaard make-up die ik eigenlijk altijd heb. Mascara, wimper, kruller, eyeliner, dat soort dingen. En hier zit een
Oh, schaduw. Gewoon lekker simpel. Oh ja, en hier zit nog een... Dat potje, dat is een... eye cream. Dus ja, dat is eigenlijk alles. Goed, nu alles dus ingepakt is... heb ik dus nu ook besloten om deze vlog te eindigen. En de rest van de dagen niet te gaan vloggen. Omdat ik het waarschijnlijk best wel druk ga krijgen. Dus ik neem wel mijn kleine laptopje mee. Waarschijnlijk dat ik nog een leuke update plaats of zo. Ik weet het niet. Ik zie het allemaal wel. Maar in ieder geval was dit de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ga zo meteen naar mijn opa en oma. En ik hoop dat ik het ook daar leuk ga krijgen. Geef deze video een beluidduimpje omhoog. En voor alle nieuwe mensen abonneer op mijn kanaal hier beneden. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!